ben hier bij de Kern Gezond. Er is een workshop over bewust door de overgang. Want helaas is de overgang toch nog steeds wel het gesprek daarover een taboe. En ik ben benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken. Okay. Bewust door de overgang, wat moet ik me daarbij voorstellen? We zijn nogal bezig in deze hectische wereld om maar gewoon te voldoen aan de eisen van anderen. En daarbij vergeten we onszelf vaak. We lopen onszelf vaak voorbij, gaan over onze grenzen. En met name zie je dat dus ook bij vrouwen in de overgang. De overgang is echt nog een taboe in het bedrijfsleven, bij de arts, bij vrouwen zelf. Er wordt weinig over gepraat. En we willen op die manier de vrouwen bewuster maken van wat de overgang nou is. En dat het een fase is dat bij het leven hoort. En dat dat dus ook weer overgaat. Het is een fase om ook bij jezelf na te gaan van wil ik nog doorgaan met wat ik nu op dit moment doe. De overgang is eigenlijk er is een disbalans in de hormonen. En dat heeft ook invloed op de mentale, emotionele en fysieke gesteldheid. Wat weet jij al van de overgang? Ja, eigenlijk niks. En hoe denk je dat komt, dat je niks weet? Er wordt eigenlijk niet zo heel veel over gesproken. Ook niet, eigenlijk ook niet thuis. En ook niet met vrouwen onder elkaar hebben we het daar eigenlijk niet zo heel veel over. Dat is toch eigenlijk best wel gek. En waarom denk je dat dat zo is? Het is inderdaad best wel een beetje bijzonder. En waarom dat zo is? Ja, misschien dat wij vrouwen toch op een bepaalde manier naar onszelf kijken. En ook over ons lichaam denken. En misschien bepaalde onzekerheid ook wel. Of schaamte misschien. Ja, terwijl het is niks om je voor te schamen, want het hoort bij het leven, het hoort bij het vrouw zijn. Absoluut, dat denk ik ook, ja. Ik ben zelf heel vroeg in de overgang geraakt, heel veel diagnoses gehad, maar eigenlijk niemand die mij kon vertellen dat is de overgang. Totdat op een gegeven moment de gynaecoloog met wie ik werkte zei van ja, eigenlijk weet je wel wat er aan de hand is. Ik organiseerde van alles voor de gynaecoloog, en bijscholingen en informatie voor assistentes en voor patiënten. Maar stond er niet besteld dat het mijn overgang ook kon zijn. Maar sta je er dan niet bij stil of wil je het eigenlijk nog niet weten als je zo jong bent? Ik was 40 en iedereen zegt vanaf 45, 50 krijg je pas last van de overgang. En mijn huisarts had ook zoiets van nee, de overgang is het niet. Ik had jonge kinderen, de jongste was toen 4. Dus je staat er inderdaad niet bij stil dat jij in die periode zit. En hoe ben je er dan doorgekomen? Eigenlijk door goede voeding te gaan doen. Ik ben op een gegeven moment wel gaan zoeken van wat wil ik dan de komende jaren. Want door omstandigheden hield mijn baan op. En dan ga ik kijken van wat wil ik nou. En er is gewoon een wereld voor mij opengegaan. Ik ben hele andere dingen gaan doen. En heel erg gekozen ook voor gezin. En daar steeds verder ingerold. Toen op een gegeven moment kwam ik achter van nou dit is toch de overgang. Dus toen ben ik me daarin gaan specialiseren. Gaan lezen in eerste instantie voor mezelf. En na de hand had ik zoiets van, ja, daar wil ik meer mee. Is er ook iets moois aan de overgang? Absoluut. Het is echt niet allemaal kommer en kwel zoals vaak gedacht wordt. Vrouwen worden zich bewust van wat ze willen. Gaan goed nadenken van, hoe wil ik de rest van mijn leven besteden? Vaak zie je ook echt, wat wij noemen een transformatie naar een wijze vrouw. En in andere culturen worden vrouwen ook als wijs gezien als ze door de overgang zijn. En bij ons doen we vaak daar een wat moeilijker over. Je wordt oud en eigenlijk afgetakeld, denkt men. En dat is absoluut niet zo. Je leert zoveel bij, het is zo mooi om daarna ook nog zoveel mooie dingen te kunnen beleven.